Anita, we zijn in de Baron. Jullie organiseren voor de tweede keer een geraniumcafé. Ja, hè? Maar waar komt het initiatief vandaan? Het initiatief komt van de Baron zelf. Die hebben namelijk van het bestuur van de Baron. Die hebben bedacht dat het misschien wel heel erg leuk zou zijn dat er een geraniumcafé zou komen voor de jeugd van vroeger. Het is namelijk zo dat de Baron heeft een centrum voor Dedemsvaart. En dat centrum heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid, een maatschappelijke functie. En van daaruit willen we dus evenementen gaan organiseren voor senioren. Maar zo te zien slaat het echt wel aan, hè? Want jullie doen dit voor de tweede keer dus. Maar wat kunnen de senioren hier vandaag allemaal doen dan? Of vanmiddag? Nou, er zijn tal van activiteiten natuurlijk die ze hier kunnen gaan doen. Nou, zo zijn er, is er een soort van markt gebeuren, dat kun je hier zien. En er zijn dus allerlei proeverijtjes met medewerking van de bakker en van de slager. Als Baron natuurlijk willen we graag dat het samen door iedereen gedragen wordt. En een van deze dingen is inderdaad een mooie maatschappelijke functie, het geraniumcafé. En zo zullen we gaandeweg de komende jaren, willen we eigenlijk steeds een andere doelgroep ook erbij gaan aanboren. Dat we op een gegeven moment echt voor elke doelgroep in Dedemsvaart wat leuks kunnen aanbieden. Het geraniumcafé is dus voor de iets oudere onder ons, zeg maar. Maar wat is hier vanmiddag allemaal te doen dan? Want ik hoor muziek, ik zie dans. Ja, er is genoeg te doen. Er is een scheepsjarenscoor, we hebben een volksdans. En de mensen genieten. Dat kun je gewoon zien. Ja. En dat mensen elkaar ook ontmoeten. Hè? Dus het ontmoeten betekent niet moeten. Hè? Gewoon het genieten, het in de ontspanning. Mensen kunnen gaan onderzoeken. Ze zijn interactief bezig. Nou ja, en je ziet het inderdaad. Mensen hebben gewoon heel veel plezier. Ja. Duidelijk verhaal, Anita. Okay. Veel plezier vanmiddag. Dankjewel. Tot ziens. Accordeonisten op de achtergrond, diverse kraampjes. Ook dat is weer gelukkig door heel veel ondernemers hier in Dedemsvaart opgepakt. Lekkere hapjes, aangeboden door Rote, door bakker Oegema, door slagerij Beukenveld, door de Gallegal staat hier met lekkere drankjes. De Rabobank heeft gesponsord, TDC doet eraan mee. Ja, ik ga geen mensen vergeten, maar even heel breed wordt het opgepakt gelukkig. En je kunt zien dat de mensen ervan genieten, hè? Ik heb het idee dat iedereen zich leuk van maakt. Iedereen loopt lekker rond en neemt een hapje, een drankje. En volgens mij is het een leuke middag. Ja. Maar dan nog even de wensboom. Wat is dat precies? Nou, kijk, wat we merken natuurlijk is, voor elke doelgroep willen we wat leuks verzinnen. Alleen ideeën zijn natuurlijk heel moeilijk. En we willen juist graag mensen zelf stimuleren om mee te denken daarin. En hopen dus ook de wensboom, dat mensen hun wens kunnen ophangen van wat willen ze nou in de toekomst van ons zien. En wellicht als het allemaal haalbaar is en betaalbaar, dat wij het kunnen oppakken. Dames, tot ziens. Was het leuk? Ja, gezellig. Tot ziens. Het was heel gezellig. Ja? Is het voor herhaling vatbaar? Ja. Ja? Ja. Nou, goede terugreis naar de bal. Nee, naar de van Denemarken. Hè? Van tot de volgende keer. Ja, Jan. Hallo, hè? Ja. Hoi. Tot ziens. Doei.